Tot en met oktober exposeert Jan Tina Boelens in het Toon Hermanshuis, gevestigd in de Open Hof. Wij nemen een kijkje en hebben een interview met een bevlogen kunstenaar. Welkom bij Mooi Zo. Jan Tina, wat is de band met het Toon Hermanshuis? Dat ik hier eenmaal in de week kom, de donderdagmiddag. En dat ik me van tevoren voorbereid om de mensen te ontvangen. Want ik schilder met ze. Ik begeleid ze in hun schilderproces. En ik vind het fijn dat mensen komen om elkaar te ontmoeten. Van tevoren zorgen, misschien thuis laten of juist meebrengen. Maar die met elkaar aangaan, ja. En dat zijn niet iedereen kan naar het Toon Hermanshuis. Hè? Dat zijn wel mensen die iets te maken hebben met kanker. Ja, dat wordt, het klinkt heel gek, op prijs gesteld. Maar die mensen werken vanuit eenzelfde gemoedsstemming, ontmoeten elkaar, weten van elkaar wat het betekent als de een kanker heeft, of als de partner of een kind of een ouder overleden is aan kanker. Dat je dezelfde basis hebt. En die is heel groot, heel wijd, maar wel vanuit eenzelfde gemoedsstemming. Ja. Een soort lotgenotencontact. Ja, zeker. En bij de schildergroep nemen we dat dan ook mee. En dan is het soms een hele rustige stemming en soms dolle pretten en soms vallen er gewoon tranen. Maar in ieder geval, daar mag je je probleem meenemen. Kan je over je zorgen praten, maar ook stukken humor vallen daar. Humor is altijd heel belangrijk in het leven, hè? Ook in moeilijke omstandigheden vaak. Jij doet het werk al een jaar of 4, heb ik begrepen? Ja, 4,5 jaar ben ik nu verbonden op deze manier aan het Toon Hermanshuis. Ik ken het al langer, hoor. Oud-collega's hebben hier ook vrijwilligerswerk verricht. En ik ben wel eens gevraagd voor het een en het ander. Dus het was me bekend, ja. Je moet er wel talent voor hebben, volgens mij. Je hebt niet alleen talent om te schilderen, maar daarvoor heb je ook talent om mensen te begeleiden op een bepaalde manier. Ja, je moet het wel zien zitten. Je moet een stukje openheid hebben en liefde voor deze mensen hebben. Je moet invoelend zijn, geef ik toe. Ik heb natuurlijk 45 jaar in het onderwijs gewerkt, waar je ook een open schaal eigenlijk bent om de kinderen te ontvangen en te steunen en te begeleiden. En dat mag ik dan ook hier weer doen. Ja, zoals jij dat noemt, ja. Hoe sta je op 's morgens? Ga je gelijk aan het schilderen? Hoe gaat dat? Dat is een leuke opmerking. Soms sta ik op om meteen te schilderen. Dan lig ik een uurtje, half uurtje wakker in mijn bed en denk ik van, oh, nou weet ik wat ik moet doen met dat ene schilderij. Het vraagt dit of dat, zus of zo. En dan probeer ik dat meteen te doen. Dus ik stap mijn bed uit, ga het muurtje om en dan ben ik in mijn studio. En ga dan met de kleuren aan de slag. Maar het is heel wisselend. Er komen ook dagen voorbij dat ik helemaal niets doe. Maar de dagen dat ik eraan werk, dat is wel feest. Je hebt de Amateur Kunstprijs gewonnen in 2019, als ik het goed heb. Dat is een hele eer, hè? In Kernen was dat. Dat is een hele eer. Dat is zoiets bijzonders dat je dat mag overkomen. Ik schilder keramiek. Ik ben mijn hele leven al met van alles bezig. Maar het is heel leuk dat dit mij toegevallen is, ja. Is het een bepaalde manier van gevoel uiten? Hoe moet ik dat zien, de schilderijen van jou? Ik ben hier nou omgeven door de schilderijen. Het is een kleurbeleven en een gevoel wat dan in je leeft, wat ik op het doek wil zetten. Of een gebeurtenis die zich voordeed en die ik omzet in een beeld op het doek. Dus het is wel een, soms komt het heel diep en ook van heel diep. En soms is het gewoon een prachtige zonsondergang die op het doek moet. Je had het net over een gebeurtenis die zich voordoet in je leven. Kun je zo'n gebeurtenis zeggen, vertellen, welke het is? Nou, in Nice, een jaar of 4, 5 geleden, is er toen een vreselijke aanslag geweest. Er zijn veel meer aanslagen geweest. Maar in Nice is toen op een avond in een grote menigte een grote vrachtauto ingereden. Ik meen dat de mensen naar vuurwerk keken. Vreselijk gebeuren. En mijn dochter woonde toen ook in Frankrijk, in Parijs. En dat was de zoveelste aanslag. En dit trof me weer zo diep, zodat ik de volgende morgen dat meteen in een beeld om moest zetten. En dat werd een engel en een gierzwaluw die in haar armen meevloog. En dat beeld, de gierzwaluw, spreekt me heel erg aan. We leven nu net in de eind juli. Ze verdwijnen weer bijna richting Zuid-Afrika. Maar het beeld van een engel, kracht, deel,
geef liefde. En dat en de gierzwaluw, het zomerse gevoel. Ja, dat was voor mij een heel prettig gevoel om dat te schilderen na deze vreselijke gebeurtenis. Vreselijke gebeurtenis. Maar wat ik toch ook vooral zie, is toch heel veel kleurrijke schilderijen. Ben jij een kleurrijk mens? Ben ik een kleurrijk mens? Ik wil heel graag het leven positief bekijken. Nou zitten we in de coronatijd. En heel heftig gebeuren. In de volgende nis van deze gemeenschapruimte hangt een somber schilderij. En dat heb ik, ik geloof, coronatijd of in strijd met genoemd. Want je kan hier niet omheen. Je zit er middenin. En dat bracht dus heel veel donkere kleuren op het doek. Ik heb het doek tijdens het werken ook gekanteld. Zodat de kleuren naar beneden dropen. En weer gekanteld en de andere kant op dropen. En er ontstonden een paar lege ruimtes. En daar zag ik gezichten in. En het werden hele trieste gezichten. Dus het is niet altijd even kleurrijk of positief. Maar het komt van binnenuit. Ja. Goed, een gevoelsmens, puur zang. Ja. Ik geniet van de natuur, van de zon die opkomt, van dieren, van contact met kinderen en volwassenen. Ja. Tot zover deze uitzending. Wilt u reageren, dan kan dat op mooizo@edetv.nl. Een nieuwe aflevering is te zien vanaf 7 september. Voor nu, dank voor het kijken en graag tot een volgende keer.